Bilal Zemouri, ja, je bent de numero uno van FC Antwerpen en heb je vandaag nog maar eens laten zien, hè, want dat was nodig. Ja, zeker. Ik zal mijn doel verdedigen voor FC Antwerpen. Op momenten waren wij goed, op momenten ook minder goed. Maar we hebben als ploeg gespeeld en deze overwinning is verdiend. Wat zegt een coach als Bagar dan onder de rust? Want ja, het was niet goed, hè, in die eerste helft. Ja, het probleem is, dat was anti-voetbal eigenlijk. Hun blijven compact van achter en wij moesten het spel maken. Ja, natuurlijk komen er openingen. Maar ja, ik heb een goede wedstrijd gespeeld, inderdaad. Maar die openingen, ja, moet FC Antwerpen niet in staat zijn om dat, ja, te ontkrachten? Zeker, zeker. Ik doe mijn best. Ik verdedig mijn doel met hart en ziel. En zolang ik voor FC Antwerpen kan spelen, zal ik mijn best doen. Ik denk als de geschreven pers morgen gaat schrijven over deze wedstrijd. Ja, bij FC Antwerpen was maar één man op niveau en dat was dan de doelman. Dat laat ik aan andere mensen over. Ik train gewoon elke week nieuw opnieuw. Een klein foutje, die moeten eruit. En, ook al heb ik geen fouten gemaakt, maar voor in de toekomst gericht. Tot slot, volgende week, ja, Proost Lier, dat zal andere koek zijn dan dit. FC Antwerpen zal beter voor de dag moeten komen. Ja, zeker. En ze hebben ook extra gemotiveerd. Lier, dat is een derby. En begrijp je, we kennen ook al die personen van Lier. En dat zal wel een andere wedstrijd zijn tegenover vandaag.